Dit is de mol van 2020. Miljuska en Nathan werden de verliezende finalisten, Buddy de winnaar. Volgens de groep toonde de ijverige DK zich een goede mol door het vertrouwen van de groep te winnen. Niet eerder wisselden de kandidaten zo laat in het spel van hoofdverdachte. De molloten thuis hadden DK beter in het vizier. 21% van de bijna 85.000 mensen die aan een poll op deze site meewerkten, zaten op hem. DK liet op zijn benen blauwe taxi, een metafoor naar een van de opdrachten, en haha in het Chinees tatoeëren. Ik zaaide al verwarring voordat we gingen draaien. Bijvoorbeeld dat het mijn droom was om de mol te zijn, zo was ik continu bezig de overfanatieke zuigende kandidaat te zijn, lichtte hij vanavond zijn tactiek toe. De lasergame opdracht vond hij het meest spannend. Doordat hij 4 keer op zijn knieën moest zitten, haalde hij zijn linkerknie open. Die wond was op een van de groepsfoto's te zien, ik was echt angstig. Ik werd gelukkig niet ontmaskerd, er ging €300 uit de pot, maar de spierpijn de dag erop was bijna niet te doen. Puntwinnaar Buddy, die naar huis gaat met een bedrag van €13.400, beantwoordde 39 van de 40 vragen uit de test goed. Hij zat op Leonie ter Braak, maar toen zij eruit vloog, switchte hij naar Rob. Voetballer Nathan Rutjes werd dit jaar de publiekslieveling. Hij vond de groep belangrijker dan het geld en werkte zich tijdens de opdrachten letterlijk in het zweet. Aan het einde van de finale uitzending kondigde presentator Rick van de Westerlaken aan dat er na de zomer een extra seizoen wordt uitgezonden. Dit is ter ere van de 20e editie. Het is onduidelijk of dit seizoen al is opgenomen. Geen publiek. De finale van het populaire spel kreeg een bitter randje toen tijdens de uitzendingen de impact van het coronavirus rap duidelijk werd. Ironisch genoeg werd Wie is de Mol? Dit jaar opgenomen in China, het land waar het virus begon. Waar normaal gesproken de indrukwekkende dronebeelden fans doen overhalen het land van de mol te bezoeken, is dat nu onwaarschijnlijk. In Vondel CS was vanavond geen publiek welkom. Presentator Rick van de Westerlaken moest dus extra zijn best doen de spanning erin te houden. Voor Miljuska was corona uiteindelijk de mol, bleek dat we in de provincie naast de brandhaard van de eerste besmettingen constant hadden gefilmd. Naarmate de afleveringen vorderden, intensiveerde ook de verspreiding van het virus, schreef ze eerder vanavond op Instagram. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.